Wie maakt dit lied af? Als zanger of zangeres? Met een mooie melodielijn en een hele mooie tekst. Oprecht vanuit je hart. Coronavirus, lockdown, revalidatiecentrum doet deuren op slot. Wij schelen 30 jaar in leeftijd. En jij was 30 toen ik werd geboren. Je bent onlangs 88 geworden en je wil graag 90 worden. Lief zijn voor elkaar, zeg jij vaak tegen me. Tegenwoordig even in een kort telefoongesprek. Je bent altijd opgewekt, beleefd, correct, vriendelijk. Dat zijn wij beiden, lieve maat. Maar toch, ondanks dat je helemaal klaar bent met je revalidatie. Je bent nog steeds in het revalidatiecentrum. En niet in de Meren, maar in Hilversum. De avonturen moeder en zoon op de dinsdag noemde ik het wel eens op Facebook. Met wat foto's erbij en soms een video van ons samen. In 2014 stelde jij de vraag: kan mij beschermen? Mijn antwoord toen was: de wet. Maar de wet. ...29 oktober 2019... in de ochtend maakte jij een lelijke val op je heup. Of ik snel wilde komen, vroeg de thuiszorg, verpleegster aan de telefoon. Samen met jou in de ambulance naar het ziekenhuis. Bekkenfractuur. Volgens de röntgenfoto's was de diagnose. Elke dag kwam ik je opzoeken. Na 2 weken ging je van Utrecht naar Hilversum om te revalideren. Intussen kon ik niet meer lopen. Heb je nu al die tijd niet meer gezien door een chronische huidaandoening. Ik was er ook niet op zaterdag 14 maart toen je jarig was. We zijn altijd opgewekt aan de telefoon. Je bent altijd blij als je mijn stem hoort. Dat is ook de reden waarom ik je bel. Even je stem horen, lieve ma. Ik ben blij dat je geen pijn meer hebt en volledig bent hersteld. Over die vraag: wie kan mij beschermen? Daarop is mijn antwoord geworden: ik, lieve ma. Ik. En als ik je dan spreek over de telefoon, hoe fijn dan ook dat wij elkaar stem even horen. Ik hoor in je stem je verdriet. Je bent een slimme, lieve ma. Je klaagt niet snel, maar als ik goed luister naar hoe je iets zegt, dan zeg je eigenlijk: kom mij halen, bescherm me. Dan zeg je eigenlijk dat je verdrietig bent. Dat ik tijdelijk invalide ben. Vanaf die dinsdag 29 oktober 2019 ben jij niet meer die gelukkige weduwe. Elke dag heb ik vakantie, zei je tot die dag. Ik heb het goed, zei je tot die dag. Dat heb je sindsdien niet meer gezegd. En ik wil je niet ongeruster maken dan je standaard als moeder bent over je 2 kinderen, ik en mijn zus. Ik heb weer een nieuw lied gecomponeerd, lieve maat.
kan gelukkig nog zingen en keyboard spelen. Dat ik nu al 30 jaar leef als zanger, pianist en oprichter van een privémuziekschool. Dat is mede mogelijk gemaakt door Pa in de hemel en jou, lieve Ma. Dank daarvoor. Muziek is een mooie tijdsbesteding. Ik maak de laatste tijd meesterstukken. Jammer dat ik niet op je verzoek in kan ingaan om in het revalidatiecentrum een Indische bijeenkomst, dansmatinee met Indische hapjes te organiseren. Lieve Ma, mensen hier in de wijk Overvecht zijn zo behulpzaam. Gisteren ging een meisje, Laura is haar naam, samen met iemand boodschappen voor me doen. Ze hebben die boodschappen op mijn aanrecht neergezet. En via een paar handelingen op mijn smartphone heb ik boodschappengeld naar haar bankrekening overgemaakt. En ik heb toen roepend vanuit de woonkamer: hartelijk bedankt. Wij leven in een land met de allerliefste mensen op deze wereld. Dat is een feit. En ook zeer beleefd, correct, vriendelijk en lief. Wat ik nu moet doen is zorgen dat er geen mensen meer doodgaan. Blijf thuis, houd afstand, eet gezond, bouw weerstand op. Dat is waar ik gehoor aan geef. De overheid helpt burgers in Nederland. Je wordt goed verzorgd in het revalidatiecentrum. En ik zie ook op het filmpje dat mijn zus mij toe had gestuurd. Dan zit je achter op een fiets of een apparaat, zo'n fitnessapparaat, te fietsen. Ik ben ook weer netjes naar de kapster, de kapper geweest. Ja, je ziet er goed uit, man. 88 jaar. Ik wil niet dat jij over mijn kist moet buigen om mij daar te zien liggen. Dat leed wil ik je besparen. Ik denk aan je, lieve man. Net als aan alle andere mensen in de wereld. Iedereen is een kind van een lieve ma en lieve pa. En laten we die kwetsbare mensen dat leed nooit aandoen. Ik werk mee aan wat er nu nodig is. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Maar het coronavirus had ik ook nog nooit meegemaakt. En sinds 1962 heb ik dit nog niet meegemaakt. Het raakt ieder mens in dit land en ook in alle landen daarbuiten. Ik heb nog geen tekst klaar voor dit lied, ook geen melodie. Misschien komt dat nog. Maar ik plaats het lied op internet. Dan mogen anderen hier een tekst op schrijven met een melodie. Ik wil met muziek maken een kleine bijdrage in deze wereld leveren. Lief zijn voor elkaar. Voor een beetje meer harmonie zorg dragen. Daar ben je stiekem wel trots op. Dat je zoon en je dochter dagelijks muziek maken voor anderen en met anderen. En als iemand uiting geeft van waardering, voor dit muziekstuk, dan weet ik niet hoe ik eerlijkheidshalve moet reageren. Ik creëer iets. Mijn vingers gaan over die toetsen. Vanuit iets wat ik creëer. Het is wonderbaarlijk.
niet in woorden samen te vatten. Mijn missie? Muziek maken voor en met anderen. En mensen lesgeven als muziekdocent. Jij zei wel eens tegen mij, Eugène. Iedereen heeft recht om muziekles te krijgen. En je zei toen ik jong was, heel veel. Maar één ding eruit te halen. Je zei, muziek hoort bij je opvoeding. En ik motiveer bij deze iedereen die muzikaal is om dit lied af te maken met een mooie tekst en melodie. Mijn naam. Ook mijn bedrijfsnaam. Is Eugène Simon Impresario. Veel luisterplezier.
Bye everybody. Subscribe if you like. Come back for more music videos.